Nou, ik ben Radia Lacrouwi en ik ben huisarts in Maastricht. In het centrum van Maastricht, zoals je ziet. En hier ben ik dus ook werkzaam. Nou, dit is dus mijn spreekkamer. Hier ontvang ik mijn patiënten. Hè, en ja, ik zal eigenlijk voorstellen om plaats te nemen. Je hebt ook afbeeldingen die iets zeggen over jouw achtergrond. Klopt, ik heb een Marokkaanse achtergrond. En dat weerspiegelt ook het schilderij wat ik op mijn kamer heb. Wat is jouw taak binnen de huisartspraktijk? Nou, ik ben dus hier in de huisartspraktijk ben ik 3 à 4 dagen werkzaam. Dat betekent dat ik dus hier eigenlijk 2 volle dagen aan spreekuur draai, hier zelf in de praktijk. En dan zie ik inderdaad gewoon de gemengde populatie. Dat betekent eigenlijk de normale Limburgse populatie van Maastricht. En ik zie ook de allochtone populatie. Dat is ook een dagdeel die ik dus eigenlijk op het asielzoekerscentrum als huisarts vervul. En dat is op het asielzoekerscentrum in Maastricht. En dat is eigenlijk niet in deze locatie, maar dat is eigenlijk de locatie van de oude gevangenis van Maastricht. Ja. Als je kijkt naar de moderne allochtone vrouw, hoe vind je dat die op dit moment in de media te zien is? Nou, jammer dat daar niet zoveel over te zien is. De laatste tijd vind ik dat vooral de allochtone vrouw, de moderne vrouw, de allochtone vrouw, niet echt op de voorgrond komt. Het is wat je nu eigenlijk veel meer ziet, is meer het negatieve. En dat vind ik vooral hier in Limburg. Er wordt niet echt heel ruim over een moderne allochtone vrouw gezegd of laten zien. En het is eigenlijk een beetje het gevoel dat je hier een beetje toch een paar jaar achterloopt. Ik denk dat het heel belangrijk is om verschillende aspecten van het allochtone moderne mensen in beeld te brengen. Dan zou ik eigenlijk meer adviseren van wat ze doen inderdaad in beeld te brengen qua hoogopgeleide, qua ook mensen die inderdaad wel af en toe wel positief in het beeld mogen gebracht worden. Daarnaast ook gewoon verschillende aspecten van allochtonen. Dus je kunt inderdaad jong, oud, ik zeg ook hoogopgeleid, laagopgeleid, zodat je mooi de verschillen ook kunt zien. Welke kansen zie je hier in vergelijking met het Westen? Waarvan jij zegt van het is de moeite waard om je in Limburg te vestigen als hoogopgeleide. Nou, ik vond het uiteraard een uitdaging. Het moment dat ik toen hier kwam als jong arts, is het voor mij heel uitdagend geweest. Ik heb altijd wel het gevoel gehad van ik laat jullie iets anders zien. Het beeld wat jullie hadden en hebben over de allochtonen en voornamelijk over de vrouwen, wil ik toch veranderen. Want je merkt inderdaad persoonlijk, ik loop er gesluierd bij. En dat is toch raar toen eigenlijk hier de eerste ervaring die ik hier had in de praktijk, is dat de Limburgse, Nederlandse mensen daar toch wel in het begin verrast voor waren. Dat er toch een gesluierde vrouw dokter was. Dat was nieuw hier. Mm-hmm, en dat is wel, dat vond ik wel iets wat eigenlijk een missie was om dat ook hier een beetje te laten zien van we zijn gesluierd, maar we zijn toch wel ver. We zijn ook hoog opgeleid. En dat beeld wat de meeste Limburgers hier hebben, blijkt ook helemaal niet zo te zijn. Mm-hmm. En dat is voor mij die uitdaging geweest. Merk je wel een verandering ten aanzien van de patiënten? Ja. Ik heb in het begin verraste patiënten gehad. En in het begin, niet negatief, maar meer verrast. En met de tijd, wat ik heel leuk vond, is wat achteraf een keer een patiënt als voorbeeld gaf. Die zei van, dokter, ik zie uw hoofddoek helemaal niet meer. En dat vond ik wel heel leuk. Dus je ziet ook eigenlijk met de tijd, investeer je ook in de mensen om ook een heel ander beeld te hebben van wat ze eigenlijk tegenover zich zien. Mm-hmm. En het Limburgs dialect, ben je in staat om die te volgen? Ik volg het helemaal. Maar vraag het me alsjeblieft niet terug te praten, want dat kan ik niet. Dat kan je nog niet. Ja, oké, dankjewel. Graag gedaan.